Jawel, dames en heren, het is zover om Injustice 2 van een videoreview te voorzien. Peter, die hier naast me zit, die is meestal niet zo heel erg veel bezig met de reviews. Maar toch, hey, als het DC is en als er Batman in zit en de Joker, dan wil die jongen het gewoon spelen. En ik merk dat hij heel erg mijn gimmick over probeert te nemen van het uitbeelden van de intro van de Anchorman. Ik ben Tom, dit is Peter en hij gaat nu ophouden met die bizarre handgebaren. Peter, hoe is de game? Helemaal goed. De game is helemaal goed, man. Ja. Nee, zeg. Nee, Injustice 2 is een van de meest complete fighting games ooit gemaakt. Ja, dat was jouw tagline. En NetherRealm mag zichzelf echt een dikke, dikke vette schouderknop geven, want man, wat hadden ze kunnen doen, hè? Injustice zit natuurlijk Batman in. Ja. En, dit is hem, hè? Ja, dat is, ja. En Batman verkoopt. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar Batman erop te zetten en het verkoopt. Dus ze hadden gewoon Injustice 2 gewoon iets meer van hetzelfde kunnen maken, maar niks van dat. Ze hebben echt keihard hun best gedaan en deze game floreert eigenlijk op elk front. Oké, maar even voor de absolute leak. Injustice 2 natuurlijk, hebben Injustice 1 gehad, maar waar het eigenlijk heel kort door de bocht, sorry dat ik het zeg, op neerkomt, is Mortal Kombat in DC saus. Dat is het. Het is Mortal Kombat met DC characters. Dat betekent dus iets minder ruggengraten die uit je lichaam worden gerukt en iets meer lasers. Dat is, maar ze gaan wel ver hoor. Dit ja, nee, natuurlijk. Ze verder mochten gaan ook van Warner, want de botten worden gekraakt. Dat, zoals een goede fighter betaamt, worden de botten gekraakt. Absoluut. Maar ook die sequenties, hè, ik zag het op E3 ook al, dat je gewoon, je kunt een Superman gewoon door een tram naar een ander deel van het level heen duwen. Ja, die map transitions zijn zo fucking vet, van in het Aquaman level wordt echt iemand gepakt door een of ander zeemonster ergens anders heen gegooid. Of je wordt ergens in de lucht door allemaal flat gebouwen en dan komt weer een metro langs en dan ga je daar weer doorheen. Ja. Het is zo vet, knal je weer tegen een helikopter. Dat is wel echt het ding van deze game. Het is groot, super overdreven als je iemand een map uitslaat. Of als je special move maakt of je maakt een goede combo. Dan gebeuren echt de weirdste dingen. Dat lijkt me juist natuurlijk de mooiste momentjes. Ja, en ook omdat er best wel veel characters in zitten, is het ook leuk om dat per character natuurlijk te ontdekken. Er zijn ook meer characters dan in Justice 1, toch? 29 stuks. 29 stuks. Ik vraag me vooral af wat ze, weet je wel, natuurlijk we gaan 29 stuks superhelden tegen elkaar aangooien. Maar is er nog iets in een narratief of zo? Want Mortal Kombat 10 had nog best wel een leuk verhaaltje. Nou, deze game dus ook, want ik doe er in mijn geschreven review, lees het ook vooral, een beetje lachen over, maar daarin zeg ik ook, ik doe er een beetje lachen over, maar het is best wel een sterk verhaal. Superman is van God los, Lewis zijn vrouw, die is vermoord door de Joker. Superman vermoord de Joker. Oh, zo. Ja, en opeens, en voor allemaal andere allianties, want het speelt zich af best wel ver in het DC-universe, dus dan is alles al gedaan. Ja. En er komen dus hele rare allianties, Batman werkt bijvoorbeeld samen met Harley Quinn. Harley Quinn heeft nu een bat-teken op haar rug. Okay. En dat soort shit, weet je, het is echt een heel sterk verhaal. Het neemt je echt wel mee met, ja, natuurlijk, het is superheld en overdreven, maar het is echt wel goed verteld. Ja, je moet niet verwachten dat het nou een of andere Breaking Bad storytelling is natuurlijk. Gewoon iedereen, je gaat gewoon alle helden langs nemen. Ja, je gaat alle helden af. En ook het leuke is, want DC heeft natuurlijk, laten we nou even eerlijk zijn, je hebt zeg maar 10 bekende mensen en de andere ken je natuurlijk allemaal amper. Ja, zeggen mensen nu in de comments, ja, maar ik ben super groot fan van Gorilla Grodd. Ik wou net Gorilla Grodd noemen. En van Cyborg. Cyborg, ja, die komt natuurlijk nu in de films, hè. I know. Justice League. Maar laten we eerlijk zijn dat niet bekende helden zijn. Maar die krijgen wel een super vet podium nu, dankzij deze game. Dat is wel leuk, je leert ze wel echt kennen. Oké, op wat voor manier? Gorilla Grodd is bijvoorbeeld echt een aap. Oh, dat had je niet verwacht. Green Lantern is ook echt een lantaarn. Ding wel, ja. Ja. de game pakt ook een aantal dingen die nou natuurlijk heel populair zijn. En dat is bijvoorbeeld het implementeren van een klein beetje RPG-elementjes. Dat is best wel heftig, vind ik, dat ze dat hebben gedaan. Want het is een fight en alles in een fight draait om balans. Ja. Maar wat ik nu ook ga vertellen, ik ga een aantal dingen vertellen, alles uit te zetten voor online matches. Zodat je dat weet. Oké. Competitive scene gaat niet nou allemaal kunnen levelen ofzo. Ja, nee, dat kan wel, maar dan kun je het uitzetten in je game. Okay. En je gaat levelen met al je characters, alle 29. Dat gaat op een aantal manieren. Je hebt gewoon echt vier dingen, abilities, je abilities, je strength, je health en blablabla. Kun je allemaal levelen, gewoon, dat wordt gewoon steeds beter. Dankjewel. Ja. En je hebt ook upgrades, dus verschillende pakjes en verschillende wapens voor je. Ja, dat is die gear die ze nou implementeren, toch? Maar is dat een beetje, komt dat neer op een soort van lootbox principe? Dat zit er ook in, maar daar kom ik zo op. Oké, dus ze pakken heel veel dingen die nou populair zijn. Het is een hele diepe game, daar komt het op neer. Maar wat is het probleem met dit soort fights, is dat je altijd Batman bent. En als je tegenstander ook Batman kiest, ben je gewoon Batman tegen Batman. Maar nu ga je je Batman helemaal aankleden zoals jij hem wil. Ja, dus een hele tech-Batman kun je ervan maken. Je kan echt best wel ver gaan erin. En niet alleen qua uiterlijk, maar ook gewoon echt gewoon wat voor wapens die heeft of hoe die eruit zien, snap je? Ja, en ook wat kleine stats-improvements, toch? Zo van, deze is net iets beter tegen vuuraanval of deze is net iets beter tegen poison. Het is
is net Pokémon. Het is net Pokémon geworden. Ik heb een rots Batman. Ja. Die zou ik nergens goed tegen. Maar het was een vuur. Anyway, en ze hebben natuurlijk motherboxes, dus je kan van die crates gaan crates openen. Motherbox package opening, 20 ja, packages. Ik heb YouTube, ik geloof er niet bij veel over, maar het schijnt dat het op YouTube een hype is. En dat doet ze natuurlijk heel slim, je kan ze niet meer geld kopen, dat is even heel belangrijk. Dat is netjes. Je kan ze alleen in-game verkrijgen. Per level wat je dan stijgt met een hero, neem ik aan? Yo, er is een multiverse, daar zitten daily challenges in. Oh, en tuurlijk. Daar zijn de grootste platinum en gouden modderboxes te vinden, en diamanten. En door de story te doen, maar dan krijg je meestal brons en zilveren. Maar de echte shit, daar moet je echt je daily challenges voor gaan accepteren. Okay, die heb je voor verschillende helden, dus elke die dag staat die held een beetje in het teken. Is dat goed? Gaat dat lang mee? Is dat goed uitgewerkt? Want ik kan zo een aantal games opnoemen waar ze ook van die doosjes hebben, maar waar het gewoon na een tijdje heb je zoiets van... Het is misschien wel heel erg veel wat ze hebben, want ze hebben 29 characters die allemaal volledig upgradebaar zijn. Vijf verschillende gradaties modderboxes of zo? Ja, vijf verschillende gradaties modderboxes. Oh, dat heb ik goed gegokt. Platinum tot brons en alles wat ertussen zit. En dat is wel heel veel, zeker. Tenminste, het is het vetste als je ook echt van alle characters houdt. Het is echt een blinde DC gamer, je wil al die characters levelen. Als je Arrow kijkt, go your gang. Ja. Als je de Flash kijkt, nee, go your gang. Nee, juist niet. Want dan hou je alleen van de Flash of van Arrow. Ja, maar die halen er ook af en toe van die minieme karakters waar. Maar als je echt maar van een paar helden houdt, dan is het weer minder leuk. Want dan zit je in de multiverse, ja, vandaag staat die in het teken waar ik niks meer heb. Dan ga ik niet spelen. Ja, oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Nee, ja. Maar goed, het is echt zo'n ontzettend complete fight. Hè. Het doet eigenlijk zoveel nieuws en... Het is zo niet lui, dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Dat hadden ze wel kunnen zijn. Ze hadden lui kunnen zijn, maar ze hebben er duidelijk wel echt flink aan gewerkt. En gewoon even, is het vechten gewoon lekker? Het vechten is gewoon wat je kent van Mortal Kombat 10. Dus dan is het lekker, ja, hierom. Uiteindelijk moet ook die kern nog staan, hoeveel ze er ook om vernieuwen. En de combo's zijn moeilijk en je zit continu je combo-lijst van, god, wanneer lukt het me nou? En dat is natuurlijk wel wat een fighter maakt. Alleen, ze hebben het voor mensen als ik, die niet zo diep de fighter ingaan, echt leuker gemaakt door dingen te doen. Ja, gear, modderboxes, RPG-elementjes, een leuk verhaal. Ja. Dat was het denk ik wel zo'n beetje. Ja. Bedankt Peter voor deze review. En natuurlijk, als je de volledige mening van Peter wil checken, dan kun je natuurlijk ook de geschreven review van Peter op gamestar.nl kijken. Staat hier ook in de beschrijving als je lui bent. Dat is natuurlijk maar een fractie van mijn mening. Ja, van jouw ongekend diepe mening, ja. Zeker. Heb je nog een mooie one-liner om eruit te gooien, of was dit het wel weer zo'n beetje? Ja, Batman is wel cool. Oké. Ja. Ik vind het wel jammer dat hij geen ouders heeft of zo. Too fucking soon. Dat kan ik echt niet maken. Bestaat de Batman comic niet echt al 100 jaar of zo? No, no, maar hij zit er echt mee, man. Ja, maar kijk hoe die eruit ziet. Dit is echt wel. Ja, dat is de mommy and daddy issues. Dat zijn heel erg mommy and daddy issues.